Bingo Town. Daar bij het stoplicht lopen dus de twee faggots die veel te laat zijn. Gewoon, nou, het is dik 2,5 uur. En we gaan dus faken dat Thomas weg is omdat hij boos is. Omdat hij naar huis gegaan is omdat hij te lang vond duren. En ja. Jij moet ook meespelen, Jeroen. Yeah. Je moet het verkopen. Het moet echt zijn. Kijk, lopen ze samen hoor. Gewoon hand in hand. Nee, ook niet hand in hand, maar gewoon op een gemakje. Met energy in hun handje. We gaan ze even flink bang maken. Donderdag verrassing! Oh, kijk, je ziet daar zijn. Zo zit. Was up. Was lekker. Was. Ik zie niks, ik kijk alleen naar de camera. Je bent wel een beetje laat, hè? Ja, kijk. Dat je er bent, jongen. Hij is gewoon eerder dan jij er bent. Ja, dat is schaamteloos. Heftig. Hey. Ik heb alleen wel één dingetje. Tom is net weggegaan. Hij was echt fucking pissig. Ja. Ja? Ja, hij is naar huis gegaan. Hij zei ja, ik ga je niet wachten. Hij was al sinds 12:30. Oh, alright. Dus hij is weg. Ik moet even met zonder hem filmen. En Jordi kan ook niet komen, dus we zijn z'n drieën. Alright, cool, cool. Laten we verder knallen dan. Oké. Okay. Krijg je dan zo'n introductie of zo? Dit is de conspiracy guy. Je weet toch Kodaaf? Ja, ja, dat dacht ik al, maar je gaf maar best een andere naam. Hij heet Jeroen toch? Ja, Jeroen. Kodaaf, Jeroen. Dacht dat je een andere naam gaf? Ik gaf Jeroen een andere naam. Nee, ik zei niks. Maar zei niet Jeroen hoor. Ik zei je gast. Ja, gast. Godrik, laten we... Oh! Laten we de boel voor, gooi ik even de spullen hier neer. Ja, ik had hem wel even snel laten zien. Vet man. Dacht dan, ja, die tv hebben we gemaakt voordat Thomas wegging. Dus we hebben nog iets productiefs gedaan, maar ja. Super dope. Jullie hebben zeker ook niet op kunnen nemen voor die video. Oké. Okay. Oh shit, de promo bedoel je? De promo? Nee, heb ik niks gedaan. Moet die thuis weer doen dan, I guess. Ja, we hebben net één shot van ons drie, maar dat komt wel goed dan. Ja, oké. Tof man. Nou, wat gaan we doen vandaag? Nee, niet. Gamen, lekker gamen. Misschien vandaag ook even een videootje. Chillen zaterdagje. Chillen zaterdag. Wat misschien, vraag je vrijdag moet sowieso gebeuren. Oh ja, true. Ja. True. En de promo natuurlijk, die beelden. Hey boy, je zult mij nu wel heel gek. Heb je wie hier staan? Ja, en kijk wat ik heb. Hij heeft hem! Kijk, ik heb een HDMI piemeltje. Ik heb zullen we gewoon anders direct gamen? Want daar ja, laten we het chill. Gewoon neerzetten en dan... Cool, knallen, games! Knallen. Mand! Woehoe, heb je je games meegenomen? Als het goed is, liggen die... Oh nee. Toch. Oh nee. Oh, nee. Vinden jullie hier niet, de games? Je had ze toch mee naar huis genomen weer? Oh crap. Je map. Oh crap. Meen je deze? Ja, kut. Hadden we het... Ah, oh, ik dacht ik ze hier had neergelegd, man. Man. Oh god, ik zit er één keer... Jonge. Weet hier de Wii mode, twee andere headsets. Nee, als je hem niet meegenomen hebt, dan... Je hebt hem wat nu terug naar huis genomen, want je wilde zelf spelen. Yeah. Dus ik kom precies zeker, je zei van dan neem ik die map mee. Verdomme Bardo! Godverdomme! Ik wist helemaal niet dat ik ze thuis had liggen weer. Geen bak deze man. Nou, geen Wii spelen. Gaan we kwartet spelen? We kunnen wel, anders, want we zijn nu toch voor de vlog. Zullen we proberen de muren te plakken in ieder geval? Plakken, met de plakband. Nou ik weet, kijk we hebben hier zeg maar, en dat is... Voor Jury en Bardo. Ja, dat was dat die beans het? En die HDMI spiegel. Ah. Ja, joh, ik ga op de grond. Ik heb net alles opgeruimd. Snow and Nose. Oeh, het is de Bean Boozled. De Bean Boozled. Die wil ik wel super graag doen. Dat is super cool. Ja, dit is voor Banjo Movies eigenlijk. Allemaal? Toch wel. Ja, deze is voor Banjo Movies. Ja, want ik dacht dat niks meer bij Banjo Movies gebeurde. Dat het gewoon... Nee, maar daarom juist. Omdat Banjo Movies niet gebeurt. Productie. Oeh, nice. Weet je, ik maak ook deze trailer die we voor Banjo Town hebben gedaan voor Banjo Movies. Ja, precies. Zeg maar als in, oh, he's coming back. Okay. Cool. Nee, want dit. Kijk, dit is het dus wat we erbij kregen bij. Oh, wat is het? De muurplaat. Oh mijn god. Het is lijm. Ik weet het niet, er staat wel zoiets, stond erop. Lijmstaafje, dus ja, maak het open. Wizard plus Genius. Dus ik weet niet of we dit kunnen gebruiken om de poster op te plakken. Nee. Ook heel leuk, er komt Kodaaf Jeroen langs gaan de poster op plakken. Maar... Ja, leuk dat je er bent, je mag kijken. Het is naar YouTube. Ja. Kijken. Wat zit erin? Ja. Wat zit erin? Oh god. Bardo. Er zit iets plakkerigs in. Wat heb je verwacht? Eigenlijk kan ik pissen. Sorry? Mag ik even pissen? Jij moet pissen? Ja. Oh, iets. Oh! Wat is dit? Oh. Kom op, wat? Ga mijn poeder in. Poeder? What the fuck? Heb je een pakje cocaïne besteld? Niet op de grond laten flikken. Bardo! Ik gooi niks op de grond. Nee, maar ik waarschuw maar. Ja, het ligt wel op de grond. Ja, omdat Rick, kijk hoe Rick, hier zit de scheur, hè Rick. Ja.
Oké, okay, wacht, ik ga nu even pissen, ja? Ja, ja, succes. Okay. Ga wij dit lezen. Ik ga niet door, wat ga je nu doen? Ik dacht vandaag keer door de week, ik moet nu gewoon nog reiskosten betalen, want morgen een helemaal paar dag is. Kijk het. Oh, Tommy Boy! Ja. Wow! Het was een prank, maar prank gaat fout! Ik ben echt heel depressief. Ik zat echt op mijn eentje in de badkamer. Oké, okay, ja. Wat ga ik nu doen? Ik dacht zo van, oh ja, die spreekt toch wel. Het was toch heel depressief, zo, want Thomas is boos weggegaan. Nou, okay. Maar ja, ik hoorde al dat die games er niet waren. Niks gezegd. Ik zou echt weggaan als ik jou was. Kodaaf, je mag net zo goed nu met Thomas mee. Dat is beter voor je, vrees ik. Nee, ja, later, Jeroen. Later. Een rood vest aan. De rode vest. Oh, rood! Rood! Kan iemand water voor me halen? Ik als master chemist fix deze shit. Ik kan zelf ook water halen. Muurlijm. De water staat daar. We doen de muurlijm challenge. Water. Ja, moet je ook een emmer hebben of niet? Dan moet je eerst op morsen, dan moet je zeggen dat het fout is. Je kunt ook gewoon Bardot navel gebruiken. Dan doen we daar een beetje poeder in en water. Jij hebt het nog nooit gedaan, dat wel, Rick. Er moet water bij, dat zal! Maar mogen we iets op de muur plakken dan? Ja, ja, voor mij wel. Ik heb het nog gewild, Jury, in die fucking... Ja, maar emmer, weten ze dat het deze allemaal... Emmer, is deze emmer goed? Ja. Dat weten ze dat het permanent is. Ik heb het je gewild. Zo. Met je hoeden bij het koken. Ja, dit is laten we koken in de kapjes maken. We gaan filmen vandaag. Zie jij de games niet bij, hè? We gaan nu een vlog doen. Dat is dan waarom we hier zijn. Ja, we gaan dus nu de muur op plakken. Ja, dat is... Oké. Ja, we kunnen alsnog chillen zaterdag al doen. Ja, het is een zaterdag, vrijdag, kroonbeelden. We zijn toch al twee verloren. Heeft iemand zin in een sleutelpuntje? Lekker. En wat? Sleutelpuntje. Oh, dit is echt goede shit. Lekker. Zoals ik al zei, ik ben geen lime expert, maar dit is wel goede shit. Ik ben sowieso niet van de gebruiksaanwijzingen, gewoon een beetje... Shit, ik probeer het af te vegen aan de onderkant met de laag. Keukenrol. Hier. Geen rotzooi maken, Rick. Oké, ik stel voor om dit al gewoon aan Bardo af te smeren anders. Lekker. Oh, flikker op. Ik wil de Bardo's gezicht smeren. Oh, het is oké. Ja, het is leuk. Goed, goede textuur. Goeie shit. Goed gekeurd. Geroerd met een cola-fles. Huh? Ja, echt hoor, Bardo. Er is gewoon één volgorde waarop een fucking poster goed kan lichten. Kijk. Nou, die wordt hier. Te harmen. Nee, daar kun je echt allemaal dingen voor doen. Vlogception. Wow, dat is wel heel veel, Kodaaf. Doe eens even wat minder bouwlijm erop, joh, junkie. Jee, maar. Wist je dat je post me hebt? Weet je, sommige mensen horen ook even één keer, je kan bouwlijm snuiven en die verliezen meteen alle grip op de realiteit. Zo deze Kodaaf in de hoek. Oh man, dat ding is helemaal gekreukeld. Je wilde eigenlijk niet komen, we zeiden er is veel bouwlijm. En toen in één keer stond hij voor de deur, hoor. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, Bardo? Ja, we willen de poster pakken. We hebben nu eigenlijk zoiets universeel weer besloten, we gaan geen posters ophangen. Behangen. Wij hebben een ding voor Jury. Jury, jij mag morgen namelijk Jeff bellen. En hem het goede nieuws vertellen dat we een klusje voor hem hebben. Film het maar, dat gaan we nu kijken hoe Jury met Jeff belt. Nee.